Deze zomer organiseert Bibliotheek Eimond Noord een aantal activiteiten. En een speciale doelgroep is 55+. Waarom is daarvoor gekozen? Het blijkt dat in de zomerperiode zijn heel veel instanties, buurthuizen, clubjes dicht. Of die gaan tijdelijk, zijn al die mensen niet beschikbaar. Dus dan is het voor sommige mensen een hele lange zomer, zeg maar, hè, waarin weinig te doen is, waarin ze weinig contact hebben met anderen. Geldt niet voor iedereen natuurlijk, want ja, 55+, wat is dat nog voor een leeftijd tegenwoordig? Hè? Dan heel veel mensen werken nog of moeten nog werken. Maar voor de mensen die dus niet werken of die al wat ouder zijn en die gewoon weinig te doen hebben in de zomer, zijn deze activiteiten bedoeld. Er zijn een aantal activiteiten georganiseerd. Kun je een aantal noemen? Een bezoek aan het Huis van Hilde in Castricum, archeologisch depot eigenlijk. Een smartlap zingen, dat is in de Prinsenhof in Beverwijk. En Marjan Berk, schrijfster, die komt een lezing geven of een presentatie geven, vertellen over haar boeken. En dat is ook in de Prinsenhof. Ja. Moeten mensen zich hier voor deze activiteiten aanmelden? Dat is wel de bedoeling. Ze zijn ook niet helemaal gratis, kost iets van €5. Sommige kosten €5. Maar bijvoorbeeld dat bezoek aan het Huis van Hilde, daar zit een bus bij. Dus mensen kunnen hier bij de bibliotheek komen. Dan gaan ze met de bus naar het Huis van Hilde en ze worden ook weer hier bij de bibliotheek afgeleverd. Dus op de website en op de folder, de speciale folder die er is, die ligt in de bibliotheek, staat precies. Nou ja, de datum, hoe laat, waar de bus vandaan vertrekt en wat de kosten zijn. Er zijn twee activiteiten die beginnen bij Bibliotheek Eimond Noord. Waarom is dat? Sommige activiteiten, daar beginnen we hier in de bibliotheek zelf met een kopje koffie en iets lekkers erbij. En dan vertrekken we dus hier vandaan naar bijvoorbeeld het Huis van Hilde. Die andere activiteit met de bus was naar het Havenmuseum in IJmuiden. Dus verder zijn er geen activiteiten waarbij een bus wordt ingezet. Dus eigenlijk alle activiteiten, behalve het Huis van Hilde, hebben een eigen startplek, zeg maar, bij het museum. De rondleiding is bij het museum zelf. En de andere twee activiteiten in de Prinsenhof, die starten dus ook daar. Ja, ik had een paar vragen al gekregen van okay. waar staat die bus, waar kan ik naartoe? Dus ze kunnen naar de bibliotheek toe. Ja. De eerstvolgende? 1 augustus, Museum Kennemerland, de rondleiding. Dus dat is ook verzamelen, zeg maar, in het museum. Dit zijn speciale activiteiten die de bibliotheek voor het eerst organiseert. Ja. Zijn er andere partijen die mee hebben geholpen? Ja, er zijn fondsen aangeschreven, want het zijn natuurlijk best prijzige activiteiten. Dus de mensen betalen zelf een heel klein bedrag. En juist om dat bedrag zo klein mogelijk te laten zijn, zijn er fondsen aangeschreven. En dat is bijvoorbeeld het Oranje Fonds, Fonds Sluiterman van Loo. En het RCOAK, dat is een katholiek fonds. En allemaal stellen zij ten doel om oudere mensen gewoon leuke dingen te laten doen. He, dus te zorgen dat mensen ook erop uit kunnen. En er is ook samenwerking met Stichting Welzijn Beverwijk? Ja, dat klopt. Daar doen wij meer dingen mee. Maar deze activiteiten worden inderdaad in nauwe samenwerking met Stichting Welzijn Beverwijk georganiseerd. Heb je nog een leus? Eigenlijk zegt de flyer het al natuurlijk. Hè. Gewoon doe eens wat leuks deze zomer. En dat moeten ze zeker doen? Ja, ongetwijfeld. Niet aan twijfelen, gewoon doen. Lekker in de bus stappen of gewoon lekker naar de bibliotheek komen. Of naar de Prinsenhof en gewoon gezellige middag hebben.